alles en iedereen klaar. En daar luistert scheidsrechter Donorio op zijn fluit. En is de wedstrijd begonnen. Ataibi dan. Akuzun. Bouzid terug naar Akuzun. En dan interventie. Zijn Juste. Maar zijn schot is krachteloos. Wordt dan wel getoucheerd. En het betekent hoekschop. Een hoekschop voor de Horenaren. Lange bal terugleggen naar aanvoerder Sint Juste door naar Moussaoui. Moussaoui die wordt ook meteen op de huid gezeten door Stefan Dol. Die snoept de bal af en die heeft daar een enorme kans om de 0-1 aan te tekenen. Hij verzuimt dat te doen. Maar de uitstekende actie daar van Stefan Dol. Ha, daar de actie van Jabir. Jabir, ja, uitstekend. Maar dan gaat hij erin hoor. Volgens mij een eigen doelpunt. Ja. Dave Stett die eruit kwam, maar we gaan het nog eventjes terugkijken in de herhaling. En is het Hussein Jabir, hier de versnelling. Jabir die ook zijn verdedigende taken niet schuwt. Gaat daar nu over de knie, de scheidsrechter ziet daar niets in. Volgens mij was het ook geen overtreding. Het was ook geen overtreding. Mella dan, Mella, tweede paal, nee. En dan van de doellijn afgeschopt door Ilias Bouzid. Bouzid, Akuzun, Akuzun. Oh, Akuzun. 0 tegen 2. En dat na exact een kwart wedstrijd. Oei, oei, oei. Wat laat Hongkong Hugo het kaas van het brood eten. Ja, nu volgt het spel op en neer. Met ja, 3 tegen 2 als ze snel zijn. Ja, oeh, ai, dat is het alsnog raak. Het schot daar van Hugo Cubo werd in eerste instantie nog gepareerd door Peter Rozenbeek. Rotterdammer in Horentse dienst wordt de aansluitende treffer. Het is 1 tegen 2. De snerpende fluit klinkt van scheidsrechter Donorio. Die het samen met de heer Van Leeuwen doet voor het tweede bedrijf tussen Hovo Cubo en FC Marlène. En daar meteen de eerste kans voor de Horenaren. Bij de tweede paal kwam Zakaria Amrani inglijden. Maar die kon zijn teen niet tegen het stugge leer aandrukken. Tromp wordt licht aangetikt. Spel mag doorgaan. Mats Velzenboer uithalen. Nee, naast. Ja, dan weet ik dat Moa Taibi en Issy Handoui, die hebben gisteravond met het tweede van Marlène meegespeeld. Die, ja, die strijden nog voor handhaving in de eerste divisie, ja, hè? Ja. Ja! En dan is het Issy Handoui die de 1 tegen 3 aantekent. Verslagen gezichten, terwijl oersupporter Bart Nijman van FC Marlène met zijn rolstoel het veld inrijdt. Daar de actie, Moa Taibi. Ah, interventie, Hovo Cubo, Sint Juste. Breed naar Faisal Mella, hij is inmiddels binnengekomen. Sint Juste moet uithalen en dit is een uitstekende goal. Goeie goal. Van Joshua Sint Juste, ja, ja, ja. En zo voetbalt Hovo Cubo zich weer in de wedstrijd. 1 minuut. 1 minuut nog te gaan. Amrani, Moussaoui, doorspelen, daar, ja! De treffer van Mats Velzenboer. Het spelletje powerplay sorteert effect. Fans omhelzen Zakaria Amrani. Kijk nog een keer. Prachtig daar, Velzenboer. Geweldige goal. En is het laatste balcontact voor Hovo Cubo. Schot gaat naast. We wachten op de zoemer en de fluit, want die gaat klinken hier vanuit Zwaag. Terwijl doelman Rozenbeekse manschappen naar voren spreekt. Maar daar is inderdaad de zoemer en de fluit. En dat betekent dat er een verlenging gespeeld gaat worden. Een verlenging van 2 keer 5 minuten. De eerste 5 minuten verlenging zijn van start gegaan in de opgang in Zwaag. Een volgepakte sporthal met enthousiaste zaalvoetballiefhebbers. Zo'n 800 in getal. Ziet dat na de reguliere speeltijd er een stand van 3-3 op de borden prijkte. En er zal een winnaar uit deze wedstrijd moeten komen. Vandaar de verlenging. Corner, een lange corner genomen. Even zorgvuldig een nieuwe aanval opzetten.
Velsenboer. Meteen weer onder druk gezet. Daar afleggen. Morsomir. Oh, dit was de kans hoor. Ja, dat was hem zeker. Ik denk dat hij zelf van de mogelijkheid schrok, Karim Morsomir. Oh, slechte bal van Amrani. Meteen ingeleverd. Akuzun. Nee, geen overtreding. Te gemakkelijk. Ja. Dan moet Akuzun teruglopen, want Hove Kubo is inmiddels weer op avontuur uit met Velsenboer. Katachtige reactie daar van Peter Rozenbeek. Sprintje, nee hoor, Stet. Hartstikke idee. Laten we er maar een paar plafondplaten uitschoppen. Dus dat is niet de eerste, de beste. En daar klinkt inderdaad de zoemer en de fluit. En is de eerste verlenging van 5 speelminuten achter de rug. Een kort moment van rust. FC Marlène staat klaar voor de aftrap. Voor de tweede verlenging van 5 zuivere speelminuten. En de bal rolt in sporthal de opgang in Zwaag. Ilias Bouzid doorspelen naar Jordi Cretier. Terug naar Stefan Dol. Ja, ook bij Marlène. Zorgvuldigheid, daar de kans. Oh, nee hoor, prima ingreep. Hoor. Mats Velsenboer, ja. Ja. Nou, met name Latsumbuizan. Oh, daar Malataibi. Malataibi, oh. Ai, 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 ai. Wat was dit een grote kans om de wedstrijd te beslissen. Ja. Ja, je ziet het aan Ataibi. Hij weet het zelf ook. Hij weet het. Hij kan ook niet meer. Gepokt en gemazeld en inderdaad de tong bijna op zijn knieën van vermoeidheid. Maar hij blijft gaan. Iedereen blijft gaan in deze wedstrijd. Morsawi namens Hovo Kubo. Door naar de hoek naar Velsenboer. Velsenboer, Velsenboer! Ja. Oh, Mats Velsenboer! 36 seconden voor het eindsignaal is het Mats Velsenboer die Hovo Kubo op 4-3 zet. Ai, 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 ai. Wat een ontknoping. Nabil Akuzun zit verslagen op de vloer. Maar we hebben nog 36 seconden te gaan. En daar kan nog heel veel gebeuren. En de tijd tikt door. De tijd tikt door in het voordeel van Hovo Kubo. De intrap voor Marlène. Stefan Dol. Afspelen, nee, Velsenboer ertussen. Akuzun! Nee hoor, dat was toch een hele grote kans. Ja. En dan is het klaar, is het over. Heeft Hovo Kubo voor de 6e keer in haar bestaan de landstitel veroverd. Ja. Verslagenheid troef bij de spelers van FC Marlène en terecht. Ja. Want wat een fantastische wedstrijd heeft de Waardse formatie gespeeld. Hovo Kubo wint uiteindelijk na de verlenging met 4-3. In een thriller van een wedstrijd. Dan gaat de schaal in de handen van Joshua Sint-Just en hij gaat omhoog. En Hovo Kubo is landskampioen van het seizoen 2018. 2019.